We kennen allemaal de beelden van vervuilende industrie. Eigenlijk is onze hele industrie op fossiel gebouwd. Zowel qua energie, maar ook soms direct als input. Denk bij kunstmest, daar zit gas in. Denk aan plastic, wat uit olie wordt gemaakt. Dus die fossiele afhankelijkheid is eigenlijk de basis van onze huidige industrie. Maar heel veel van die industrie maakt producten die wij nog elke dag nodig hebben. Dus als we onze klimaatdoelen willen halen en we willen ook nog steeds van die producten gebruik maken, dan zullen we de industrie moeten gaan verduurzamen. Dat helpt ons ook om het minder afhankelijk te maken van regimes zoals Rusland. Maar denk ook aan de toekomst waarin we afhankelijk worden van China. Er is natuurlijk al wel Europees beleid, maar dat is eigenlijk vooral beprijzing. We hebben emissiehandel en dat zorgt ervoor dat CO2-vervuiling een bepaalde prijs krijgt. Ja, wat je dan krijgt zijn eigenlijk hele kleine stapjes, kleine verbeteringen. Het proces wordt iets zuiniger, het wordt iets efficiënter, maar de uitstoot die zet ook maar kleine stappen terug. Terwijl eigenlijk, we moeten bij verduurzamen van de industrie naar een heel ander productieproces. Geen gebruik van fossiel meer. Dat zorgt voor hele nieuwe processen. Het is bijvoorbeeld niet meer het klassieke staal zoals we dat nu kennen in IJmuiden, maar naar groen staal zoals we dat al kennen in Zweden. Ja, misschien ten eerste moeten we wat minder naïef zijn. We hebben natuurlijk als Europa, zeker ook als Nederland, altijd op de markt vertrouwd. Wat ertoe zorgt dat eigenlijk nu bedrijven mondiaal moeten concurreren. We zullen dus, als we onze bedrijven gaan vragen meer te gaan betalen, moeten we ze ook beschermen aan de Europese markt. Een grensheffing, zodat ook Chinees staal straks voor de vervuiling betaalt. Het geld dat we krijgen via zo'n grensheffing moeten we natuurlijk investeren in die groene industriepolitiek, in de groene productieprocessen. Maar we moeten niet alleen de productiekant kijken, ook de consumptiekant. Dus het Europese beleid zal ook de vraag naar groene producten moeten stimuleren, zodat het interessant wordt voor een bedrijf om die productieprocessen anders te doen en groene producten te produceren, omdat ze weten dat er vraag naar is. En overheden moeten die groene consumptie ook verplichten en ervoor zorgen dat bij de eigen aankoop ze dat ook groen inkopen. Dit alles vraagt om Europese coördinatie. Anders gaan landen ieder voor zich keuzes maken, wat vooral betekent het behouden van de eigen industrie. Maar het zorgt ook voor vergrote ongelijkheid in Europa, omdat landen natuurlijk verschillende mogelijkheden hebben. Een land als Duitsland zal meer mogelijkheden hebben dan een land als Griekenland. Die ongelijkheid in Europa kan ook juist weer tot sociale onrust leiden. En daarom zal er ook een Europees sociaal vangnet moeten worden georganiseerd, zodat mensen, als er omscholing nodig is, als er werkloosheid ontstaat, dat daar wel op Europees ingegrepen kan worden. Dit alles bij elkaar, dat is nou groene industriepolitiek. En dat is niet alleen duurzaam, dat is juist ook sociaal.